Goedemiddag, goed dat jullie kijken. We zijn hier live met een Q&A met Bob Deen, Oost-Europa-deskundige van Klingendaal. Om door te praten over Oekraïne-Rusland. Uiteraard weer veel gebeurd de afgelopen 24 uur. Leven heel veel vragen, ook van jullie. Die gaan we ook meenemen. Misschien even goed om even te beginnen. Kun je ons even bijpraten, wat is er de afgelopen 24 uur gebeurd? Ja, je ziet eigenlijk dat Rusland probeert zijn militaire strategie door te zetten die uit een paar elementen bestaat. De eerste is die aanval op Kiev, waar we natuurlijk allemaal heel erg op gefocust zijn. Dat is die lange kolonne die eigenlijk heel langzaam zich voortbeweegt richting de hoofdstad die ze willen omsingelen. En dat zou natuurlijk de hoofdprijs zijn van de Russische strategie. Maar ze proberen ook veel terrein buiten te maken hier rondom de stad Kharkiv, een heel belangrijke tweede grootste stad van het land, waar heel zwaar beschietingen plaatsvinden nu en ook burgerdoelen worden geraakt. En ze proberen ook richting Kiev te komen vanaf andere kanten. Maar een andere belangrijke, om misschien samen even naar te kijken, is meer het zuidelijke front. Want daar zit eigenlijk het meeste beweging op dit moment. Dus ik weet niet of je er even op in wil zoomen. Ja, want ik geloof dat Gerson de eerste stad nu is die is ingenomen. Ja, dat is een groot verschil van de afgelopen 24 uur. Tot nu toe omsingelde Rusland vooral steden waar ze ook op stevig verzet stuiten. Gerson is de eerste stad waar de burgemeester zelf ook heeft gezegd, de Russische troepen zijn nu in de stad. Oekraïnse strijdkrachten hebben zich teruggetrokken eigenlijk hier, richting Mykolaiv, waar Rusland in feite de controle nu heeft. En wat betekent dat? Dat er nu voor het eerst toch echt een stad niet meer door Oekraïne wordt bestuurd? Ja, dit is een heel belangrijk moment. Niet alleen omdat Gerson strategisch is op die tocht naar het westen, hè, want de Russische troepen zoeken aansluiting bij de troepen die ze hier ook hebben in Moldavië. Maar nu gaan we ook voor het eerst zien wat ze doen als ze een stad hebben overgenomen. Hoe gaan ze zich verhouden tot de lokale bevolking? En ook, heel belangrijk, andersom, wat gaan de burgers doen tegen die Russische troepen? Want we hebben in andere steden gezien, waar de Russen dan wel binnentrokken, dat burgers zich heel dapper ertegen verzetten, ook ongewapend op die Russische militairen afkwamen. En in Gerson is nu dus de vraag, hoe gaat Rusland dat dan onder controle houden en uiteindelijk proberen te besturen? Ja, want het leger is er niet meer. Nee, die hebben zich teruggetrokken. Ja. Dus er wordt ook, voor zover ik weet, op dit moment niet gevochten in Gerson zelf. Nee. Ze hebben die stad eigenlijk een beetje opgegeven om zich hier te hergroeperen en zich te kunnen verdedigen. Het is moeilijk voor te stellen hoe daar dan gaan mensen op straat, zijn ze thuis? Kunnen we ons daar iets bij voorstellen, hoe dat nu daar de sfeer is? Ja, in Gerson weet ik het niet, er komen weinig beelden van naar buiten. We hebben wel in andere steden, ook Melitopol, ook gezien en ook verder in het noorden, dat mensen echt zich blijven verzetten. Dat ze ook komen protesteren, dat ze tegen die Russen gaan schreeuwen, gaan naar huis. En ook belangrijk, wat we tot nu toe nog gezien hebben, is dat die Russische militairen zich eigenlijk geen houding weten te geven. Ze kunnen zich niet goed verzetten tegen die burgers. Ze hebben duidelijk, voor zover ik kan zien, nog geen opdracht gehad om ook op ze te schieten. Gelukkig maar, hè, want de beschietingen die nu plaatsvinden zijn nog van redelijk ver af. Zijn er veel slachtoffers gevallen bij deze inname? Nee, van Gerson weet ik het niet hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De meeste slachtoffers op dit moment vallen hier in Mariupol. Ja, want misschien kunnen we daar even naar door. Wat gebeurt daar nu? Want ja, deze stad is echt cruciaal voor de Russische strategie om die aansluiting te vormen tussen hun troepen hier in Donetsk en Luhansk, waar ze al heel lang ook waren, samen met die rebellen die ook hard aan het meevechten zijn. Altijd door Rusland al gesteund, maar nu gewoon samen met de Russische strijdkrachten vechten. En die troepen komen enerzijds uit de Krim en anderzijds staan ze hier al. En die stad Mariupol, die is al heel lang, ligt die in de frontlinie. Maar nu komt die frontlinie van twee kanten op ze af. Het was eerst altijd alleen hier. En hier wordt echt geprobeerd om het verzet te breken met zware artilleriebeschietingen. En de grote vraag van de komende 24, 48 uur is, houdt Mariupol stand? Want als die stad valt, dan heeft Rusland echt een strategische overwinning bereikt door die aansluiting te vinden. Ja, want misschien kunnen we even terug naar de grotere overzichtskaart. Mm-hmm. Want hier gaf je al aan, dat is natuurlijk het belangrijkste. Hoe mm-hmm. gaat het daar? Want dat lijkt niet te gaan volgens plan. Nee, voor Poetin. En we hebben altijd al gezegd, een aanval op Kiev, hè, daarom noemen we hem ook onwaarschijnlijk, dat is enorm moeilijk te realiseren voor de Russische strijdkrachten. Het is een metropool van bijna 3 miljoen mensen. Mm-hmm. Aan twee kanten van een rivier. Dat is heel lastig te komen. Dit terrein is heel moeilijk om doorheen op te trekken. En je ziet dat heel veel nu te maken heeft met die kolonne die vastzit eigenlijk op één lange weg die vanuit Belarus kwam. En die maar heel langzaam zich voortbeweegt. En ik weet eigenlijk niet waarom hij zo langzaam gaat. Het kunnen logistieke problemen van de Russische strijdkrachten zijn. Dat ze gewoon door hun benzine en hun eten en dergelijke heen zijn. Het kan zijn dat ze het nog niet veilig genoeg vinden om verder op te rukken, omdat ze niet volledig de controle over het luchtruim hebben. We hebben ook gezien dat bijvoorbeeld Oekraïne met een drone, zo'n Bayraktar drone, dat konvooi kon aanvallen.
En ze zijn misschien ook gewoon beducht voor al die stingers en javelins, hè, die wapens die zijn gestuurd, die juist tegen dingen als helikopters en dan die javelins ook tegen gepantserde voertuigen heel effectief zouden kunnen zijn, maar van een redelijk korte afstand. Dus ik denk dat de Russen nog bezig zijn met zich een beetje hier hergroeperen en zich opmaken voor die omsingeling van Kiev. Maar daar hebben ze ook dit voor nodig. Ja, precies. Wat als het wel zover komt? Wat betekent dat? Een Zelensky af moet treden? Of, ja. Ja, dat is denk ik waar de Russische strategie oorspronkelijk ook op gericht was. Hè. Snel invallen, Zelensky of gevangen nemen of dat aftreden dwingen. Dan gaat Rusland proberen om daar een eigen marionettenregime te installeren. De persoon die daar soms voor wordt genoemd is Viktor Yanukovych, de oud-president van Oekraïne, die notabene juist is verjaagd in 2014. En ook al eerder, hè, na de Oranje Revolutie, die al 2 keer door de Oekraïners is verjaagd. Waarom hij dan? Ja, hij is in de Russische, of tenminste de realiteit van Poetin, is hij eigenlijk het legitieme gezag. Want Rusland heeft zich altijd, of het Kremlin, zich verzet tegen die machtsovername die in 2014 gebeurde. Die noemden zij dus ondemocratisch, omdat het een menigte was die eigenlijk het parlement overnam. Nou, later is Zelensky en voor hem ook Poroshenko zijn gewoon democratisch gekozen, dus dat Russische verhaal klopt helemaal niet. Maar in Poetins realiteit zou het passen in het plan om autocraten in het zadel te houden. Je hebt hem dat ook zien doen met Lukashenko, je ziet het hem doen met Assad, je ziet het hem doen in Venezuela. Dus hij heeft altijd dat verhaal achter de hand gehouden van ik herstel de democratisch gekozen president van Oekraïne. Hij heeft hem ook sinds 2014 hier in de Rostov bewaard. Hè? Hij heeft hem achter de hand gehouden. Dus er zijn geruchten dat Yanukovych is verplaatst naar Minsk en dat hij klaargezet wordt om in Kiev geïnstalleerd te worden. Maar daar rekent Poetin toch echt buiten het waard van het Oekraïnse volk. Die man nu 2 keer hebben verjaagd en echt niet zullen willen dat die met geweld weer terug in het presidentiële paleis in Bankenwagen gezet wordt. En wat wil Poetin? Zijn er nou nog meerdere scenario's? Ja, de eerste is inderdaad dit, hè, machtswisseling in Oekraïne en het hele land onder controle krijgen. Ja. Nou, dat wordt echt een operatie van die welste, want hij heeft al enorm moeite om zelfs maar hier te komen. Laat staan ook nog dat hele westen van Oekraïne en die enorme hoeveelheden land hier. Wat het Russische leger, zelfs als ze het erin slagen om het in te nemen, kunnen ze het onmogelijk besturen. Dus ik denk scenario 1 is, waar hij op hoopte, is het uiteenvallen van de Oekraïnse strijdkrachten, dat ze zich overgeven en dat Rusland eigenlijk de politieke macht overneemt in Kiev. Mm-hmm. Als dat niet lukt, denk ik dat er andere plannen klaar liggen in het Kremlin. En één daarvan is de opdeling van Oekraïne in verschillende gedeeltes. En daarbij zou Rusland in Poetins historische, bijna soort van paranoia en historisch denken, zou hij kunnen inzetten op het herstellen van Novorossiya. Dat is een regio uit het Russische Keizerrijk nog, niet de Sovjet-Unie. Die kaarten die zijn ook al in omloop. En dan zou die Oekraïne dus opdelen in een gedeelte waar zeg maar, de meer Russisch sprekers wonen van vroeger. En ook het Russische Keizerrijk ook controle over had. En een ander gedeelte wat hij dan min of meer opgeeft. En dat zou ook wel passen bij die strategie om die hele zuidflank in handen te nemen. Want dan blijft van Oekraïne alleen nog een gedeelte over dat geen toegang meer heeft tot de zee. En dat voor Rusland ook militair gezien veel minder bedreigend zou zijn dan wanneer het hele land bijvoorbeeld bij de NAVO komt. Ja. We hebben het nu veel over strategieën, het land. Hoe gaat het met de mensen? De Oekraïners, maar ook de Russen. Kunnen we iets over dat sentiment wat daar nu leeft? Weten we dat? Ja, de Oekraïners vechten voor hun land. En zijn natuurlijk doodsbang. En je ziet de beelden van mensen die in een metrostation schuilen. Dus onderscheid maken, denk ik, tussen de burgers die proberen te vluchten. En al meer dan 1 miljoen. Ja. Mensen die echt aan het geweld proberen te ontkomen. Dan denk ik nu ook vooral aan degenen die echt in steden wonen waar echt zware beschietingen plaatsvinden, zoals Kharkiv en Mariupol. Dat zijn burgers die gevangen worden in een oorlog die ze niet willen. Dan zijn er de dappere Oekraïners die zich daartegen verzetten, die de Molotov-cocktails maken, die de wapens opnemen. Die zich klaarmaken eigenlijk voor gewapend verzet tegen een Russische bezetting. En dan heb je in Rusland, en daar wil ik ook aandacht op vestigen, heb je al die Russen die dit ook afgrijzelijk vinden. Die nu ook de straat op gaan. Ik heb nu brieven gezien van wetenschappers. Ik heb gemeenteraden petities zien aannemen tegen deze oorlog. Je hebt misschien die beelden gezien van kinderen die ook opgepakt werden, die met bordjes geen oorlog in Rusland de straat op gingen. Er wordt zelfs gespeculeerd dat Rusland de noodtoestand zou kunnen uitroepen om die repressie nog verder door te voeren. Want Poetin weet ook, deze oorlog is onpopulair in Rusland. Zeker als de verliezen toenemen, de economische kosten stijgen. Dus ook veel gewone Russen, niet de meerderheid hoor, maar veel Russen verzetten zich Het is volgens mij wel lastig voor de mensen daar ook qua informatievoorzieningen. Zij weten ook niet zo goed wat ze
moeten geloven wat er tot ze komt. Nee, en ze zijn natuurlijk al jarenlang blootgesteld aan een soort staatspropaganda. En wat we hier hebben, een NOS en zoveel verschillende media die zoveel meningen ook kunnen laten zien. Dat heb je in Rusland veel minder. Staat veel strakker onder controle. Ze waren er wel, kritische media, zoals Echo Moskvy, een beroemd radiostation dat zelfs uit de jaren 90 heel belangrijk was. En verschillende kranten. Maar die worden ook allemaal gesloten. Dus de Russen hebben steeds minder toegang tot alternatieve informatie, anders dan die straatspropaganda. En ze vinden het wel hoor op social media en Telegram-kanalen en dergelijke. Maar ook dat probeert het Kremlin onder controle te houden. Dus dat is een extra factor. Maar hoe langer het duurt, hoe moeilijker het voor Rusland wordt om die leugens, dat het allemaal zo goed gaat, om die te blijven verspreiden. En je ziet al dat het ministerie van Defensie voorzichtig van Rusland begon toe te geven dat er ook wel, in hun woorden, dan honderden Russische soldaten zijn gesneuveld. Volgens de Oekraïners en andere bronnen zijn er de duizenden. Ja. En is dit nu de stad waar we de komende 24 uur naar moeten kijken? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat Kiev, dat gaat vrij langzaam. Dus die omsingeling is ook nog lang niet voltooid. Mariupol ligt echt letterlijk in de vuurlinie. Ik denk dat de Russen ook heel ver zullen gaan om die in handen te krijgen. Dus daarom zie je die hele zware beschietingen nu. Dus dit wordt een hele belangrijke. En deze stad Mykolaiv. Er waren ook al berichten dat hier ook parachutisten waren ingezet. Die probeert Rusland nu ook te omsingelen. En wat je ziet is, ze gaan door verschillende fasen heen. Hè. Ze vallen eerst aan van een afstand. Dan proberen ze te omsingelen. En als ze het eenmaal omsingeld hebben, proberen ze tot overgave te dwingen. Nou, dat hebben we net in Gerson dus zien gebeuren. En dat gaat misschien met Mykolaiv en Mariupol ook gebeuren. Hoe groot zijn die steden? Ik weet niet precies hoeveel mensen er in beide steden wonen hoor. Ze zijn beduidend kleiner dan de miljoenen steden. Dus Kharkov, Kiev, Dnipro, dat zijn de steden met echt enorme aantallen mensen. Odessa ook trouwens. Dit zijn toch wat kleinere provinciesteden, zal ik maar zeggen. En ze zijn ook moeilijker verdedigbaar daardoor. Ja, want nu Gerson is ingenomen, is dat toch een soort van... Gaat dat kracht geven? Of hoe zeg je dat? Gaat dat vertrouwen geven in de strategie? Gaat dat vertrouwen geven dat de andere steden ook wel gaan lukken? Voor de Russische strijdkrachten? Ja, ik denk het wel. Want tot nu toe hadden ze redelijk weinig succes. Ja. Tenminste, ze hadden wel successen in die zin. Maar ze slaagden er niet in om hele steden in te nemen. Dus dit is ook de eerste waarin zij zelf ook kunnen zien wat gebeurt er als ze een stad overnemen. Ja. Maar wederom, de bevolking van een stad als Gerson is nog wel even wat anders dan Kharkiv of helemaal Kiev. Waar het gewapend verzet ook veel feller zal zijn. En die straatgevechten voor Rusland veel moeilijker zullen zijn dan het hier was. Ja. Is het nog denkbaar dat de NAVO gaat ingrijpen? Ja, er wordt wel over die no-fly zone gesproken. We vinden het natuurlijk heel erg om te zien dat dit gebeurt. We voelen ons machteloos, dat we niet kunnen ingrijpen. Maar we weten allemaal, en Rusland dreigt er ook volop mee, dat we dan gezogen worden in een grotere oorlog met Rusland. En je zag dat vooral de Amerikanen nog gezegd hebben, dat willen we nog niet overwegen. Maar hoe meer burgerdoden er gaan vallen en hoe erger het wordt, hoe groter ook die wil zal zijn om dit te stoppen. Ja, en ik kan me voorstellen dat Amerikaanse luchtmachtgeneraals denken, laat ons drie keer over dat konvooi heen vliegen en het is klaar. Dus die voelen ook die frustratie en die machteloosheid. Ja. Nou, Bob Deen, heel hartelijk dank voor deze duiding. Ja. Bedankt voor het kijken. En dank jullie wel. We houden contact en de situatie in de gaten. Dankjewel.